Zeg nou iets. Kom op, iets. Zeg hallo of maak een praatje of zo. Wacht. Misschien moet ze ergens naartoe. Of misschien heeft ze helemaal geen tijd voor mij. Misschien is ze al bezet. Dat kun je toch niet weten als je niet vraagt. Zeg nou iets. Geef me je naam. Wat is je naam? Max. Twee dagen. Je hebt nog maar twee dagen. Dan ben je dood. Twee dagen? What the fuck? Dat kan toch niet? Die waarzegger zegt toch allemaal om. Waarschijnlijk is het gewoon een goedkope op. Wat of ze gelijk heeft? Wat voor leven heb ik dan gehad? Ik haat mijn baan, mijn familie haat mij, maar ik heb niet eens vrienden, ik ken geen liefde. Ik heb niet eens iets bereikt in mijn leven. In twee dagen, 48 uur, dat is niks. Wat ga ik doen? Wat kan ik doen? Ik wil niet dood. Niet nu. Wacht. Geloof jij in helderziende? Dus waarom vroeg je dat eigenlijk over die helderziende? Nou, ik was gisteren bij waarzegster geweest. En die zei dat ik nog maar twee dagen te leven had. En jij gelooft dat? Ik weet niet. Moet je daar niks van aantrekken, joh. Dat is net zoals bij Astro TV. Dat is gewoon puur alleen om geld te verdienen. Dat is gewoon onzin. Ik snap ook echt niet dat je dat gelooft. Ja, ik wil het ook niet geloven, man. Het blijft gewoon in je hoofd hangen. Iets in me gelooft er wel in. You don't tip? No, I don't believe it. You don't believe in tipping? You know what these chicks make? They make shit.
bone.